Mitchell de Vlucht 1-1 na 90 minuten. Daar waar het na 45 minuten wel misschien 3-4-0 had moeten staan. Wat een gekke wedstrijd. Ja, ik denk hoe wij beginnen. Schandalig. Ik bedoel, wat je zegt, als we 4-0 achter staan, geloven we het ook. We kwamen gewoon niet in ons spel. Waar ligt dat aan? Ja. Want het zijn dezelfde elf als vorige week tegen Capelle. Toen speelden jullie de pannen van het dak. Ja, ik bedoel, het heeft te maken met het druk zetten waar we op dat moment hadden getraind. Dat ging tegen Capelle hartstikke goed. Maar nu telkens op middenveld bij hun kwam er een mannetje vrij. Ja, en daar hadden we zoveel moeite mee. Ik weet niet waar het aan lag, maar gewoon niet scherp. We pakten elkaars man niet op. Noem maar op. Gewoon een collectieve wanprestatie eigenlijk. Ja, dat zo kan je het wel noemen. Ik bedoel, eigenlijk moet je blij zijn dat we hier nog met een punt weggaan. Sterker, nou, aan de andere kant. Op het laatst krijgen jullie misschien nog wel de kans om de overwinning binnen te halen. En daar was jij bij betrokken. Ja, klopt. Als ik hem had gemaakt, dan hadden we stiekem hier 3 punten meegenomen. Dat zou op dat moment wel lekker zijn, maar tegen de verhouding in verdienen we dit niet eigenlijk. Het is misschien ook wel beter voor de familieverhoudingen, want jouw broer Ricardo speelt bij FC Rijnvogels. Ja, hij is sinds kort aangesloten bij deze mooie club. Goed voor hem en ik denk dat een 1-1 goede uitslag is voor ons beiden. Ook met de familie, noem maar op. Dat we geen... Mekaar nog gesproken na afloop? Na afloop even gepraat op het veld. En ik heb hem gezegd dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar dadelijk hebben we toch een verjaardag van een vriend van ons, dus dan gaan we het nog maar over hebben. Dan is deze uitslag echt ideaal voor de familie van de Vlucht. Ja, ik had al gezegd van als ik had verloren had ik niet gekomen. Dus. Nou, dan wens ik je een mooie verjaardag van die vriend. Dankjewel.